Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, Shatta, en de private sector hebben van 12 tot en met 14 februari deelgenomen aan de International Tourism Exchange Fair in Milaan, Italië. Tijdens deze beurs is de destinatie Suriname aan het reizend publiek gepresenteerd onder de slogan Suriname, the hidden treasure of South America. Ook is er meer bekendheid gegeven aan Suriname door de destinatiegids tentoon te stellen en door het uitreiken van Surinaamse snacks en drank. Suriname doet voor het eerst mee aan een tourism fair in Italië. De participatie aan deze beurs is een van de activiteiten die het directoraat toerisme heeft ondernomen om potentiële toeristen aan te trekken. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft tijdens een missie naar de inheemse dorpen Kuruni en Amotopo de toegankelijkheid van nutsvoorzieningen besproken. Dit bezoek valt onder het uit te voeren programma Support to the Assessment of 10 Community Mini-Grids of Improved Access to Energy, Water and Telecommunication Needs in South Suriname. Op basis van de verzamelde data zullen specifieke systemen worden aanbevolen die breedvoerig met de gemeenschap zullen worden besproken. De implementatie van het minimumuurloon van 38 SRD en 50 cent is aangehouden. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat diverse maatschappelijke organisaties hun issues over dit besluit kenbaar hebben gemaakt aan het ministerie. Zijn departement zal morgen de bevindingen vastgelegd in een raadsvoorstel presenteren aan de regeringsraad ter besluitvorming. Hierna zal onmiddellijk tot implementatie worden overgegaan door een beschikking op te maken en te publiceren in het Staatsblad.